sportieve geluid van de Haagse regio. Sportsignaal Radio. Patrick van Dulmen. Ja, de ene coach van Wateringseveld Gona. Het was een wedstrijd die eigenlijk niet zoveel om het hemd had. Alleen het laatste kwartier 20 minuten. Ja, dat vond ik niet. Ik denk dat ik best wel een hele leuke tweede helft heb gezien van Wateringseveld. Ik heb veel combinatievoetbal gezien. Ik vond dat ze heel goed in de organisatie bleven lopen. Dan kwam je 1-0 achter, dan maak je de 1-1. En na de 1-1 gaan we allemaal weer uit positie lopen. En je draait je om en het staat 1-2, 1-3. Ja, daar moeten we het over gaan hebben met de spelers. En dan moeten we op gaan trainen. Want het is vaker, als we de gelijkmaker maken, dan raken we allemaal een beetje de klus kwijt. En dan geef het ook uit handen. En dat is zonde. Je komt toch op 2-3. Je hebt ook best wel wat mogelijkheden voor 3-3. En het was ook waarschijnlijk wel terecht geweest. Ja, het was ook terecht geweest. Ik zat net met de trainer te praten, die zei van niet. Ja, oké. Dat verhaal blijft steeds hetzelfde. We zitten in de hoek waar de klappen vallen. En dat is nu ook met wat blessures die er weer zijn en die er gekomen zijn deze wedstrijd. En volgende week moeten we weer kijken wie we allemaal in het veld hebben staan. Ik moet wel de ploeg en het team een compliment geven hoe ze met z'n allen gewerkt hebben. Om toch te proberen te winnen. Ook nog die punten eruit te slepen naar die 3-3. Maar ja, het zat niet mee. Nee, je kunt ze de absoluut inzetten en kracht, beleving, emotie, zat er best allemaal wel in. Het enige verwijt is, je mist de kansen niet. Hè? Bijvoorbeeld in de eerste helft van Wassenaar, die in de eerste via de binnenkant palen, dan keihard op die grote sterke de Nooier schiet op de lijn. Ja, maar net wat ik zeg, dat klopt en het is geen excuus. Als je hier zit, dan valt hij net buitenkant paal of de keeper pakt hem net. Of er staat net eentje op de achterlijn die hem tegenhoudt. Maar net wat ik zeg, de sfeer in de groep is onwijs goed, ook in de kleedkamer. De sfeer is goed, ook op de trainingen. Natuurlijk heb je de ene week heb je misschien 9 man en de andere week heb je weer 12 man. En dan weer, ja, dat heb je mee te maken hier zo bij deze vereniging. Dat is altijd wel moeilijk om mee te werken als je team tactisch wil gaan werken. Het zijn allemaal toffe gasten. Dus, het zijn allemaal één voor één toffe gasten en ze willen hard werken en daar begint het wel mee. Dat heb ik vandaag gezien. En uiteindelijk via hard werken komen die overwinningen wel. Ja, daar ben ik overtuigd. Daar ben ik van overtuigd. En het is misschien arrogantie wat ik zeg. En dat zeg ik dan, hè? Ja, ik zeg het ook tegen die gasten. En ik ben overtuigd. Het is misschien een bepaalde arrogantie wat ik nu zeg. Maar ik heb vandaag heel leuke momenten gezien in de wedstrijd. Wat wij trainen, wat terugkwamen. En ja, dat je hem niet erin schiet, ja. Daar moet je misschien scherp op zijn. Of moet je uit die hoek komen waar de klappen zitten. Ach, en die ploegen zitten ondanks dit verlies nog dicht bij elkaar. Dus mogelijkheden nog genoeg. En als eenmaal die punten gaan vallen, kruip je ook alweer omhoog. Ja, dat is ook zo. We moeten alleen wachten op het moment wanneer kruip je omhoog. En als je eenmaal die te pakken hebt, dan hopen die vast te houden. Wat ik zeg, Jim en ik moeten wachten op het moment dat die daar komt. En dan zien we het wel weer. Het sportieve geluid van de Haagse regio, Sportsignaal Radio.